op hun grondgebied zullen worden toegelaten. De komst van de VN-troepen hangt af van het bestand. Op de tweede dag is het slechts verstoord door een enkel incident. Alleen in Zadar is geschoten, maar volgens het persbureau Tanjug is hier niet massaal gevochten. In de meeste steden en dorpen is het rustig, zoals hier in Karlovac ten westen.